In het Pieter van de Hogeband zwemstadion in Eindhoven vond woensdag het Johan Cruijff zwemfeest plaats. Een side-event van het WK Zwemmen in 2010 voor gehandicapte sporters. Zo'n 80 kinderen met en zonder beperking konden de hele middag spelletjes spelen in het water. Waarbij ze aan werden gemoedigd door niemand minder dan voormalig Olympisch zwemkampioene Inge de Bruin. Hoe vind je dat ze doen, Inge? Hartstikke goed, echt. Ja. Hè? Het is ook hartstikke gezellig. Ik hoop het ook. Ze doen allemaal hun best. Ze willen allemaal winnen natuurlijk. Alle ploegen. Er wordt hier en daar een beetje gesmokkeld. Hey, jullie hebben een goede overtocht gemaakt. Nou goed hè. Ja, een speciale methodiek. Ja, kijk. We moeten ook nog terug. Oh, we moeten ook nog even terug. Succes. Kijk hoe we het doen. Moet je zien. Omdraai. Oké, omdraai maar. Met mensen die zich vasthielden aan de rand, dan draai je niet zo. Dat is vals. Ja, dan mag het niet, want dan speel je vals. Ja, dan mag het niet. Nee. En hoe vinden jullie dat Inge het doet? Helemaal nou, goed. Perfect, ja. Het enige wat ik nog mis is dat ze er zo meteen dus echt in valt. Oh, help! Ze maakt echt een comeback hier, in het zwemmen.